Hello. On my way. Heel vroeg. 7:30 of zo. Om een repetitiekot te gaan bouwen en ik heb er echt keiveel zin in. En daar juist was er een hele mooie zonsopgang. Maar hij is weg. Want de zon is al op, denk ik. Dus ja. Ik zie u straks opnieuw. Tada. Oei. Focussen. Ja, volassen, volassen. Op deze tweede kerstdag. We gaan bouwen. Het is waar. Bob de Bouwer. Bob de Bouwer. Ja. Goeie koken. Hm? Oké, okay, cool. Op. Check volle. Ja. Wat is deze? Hij ziet er zo geschoren uit. Ja, zie, dat zie ik wel. Dat is met dat kerstfeest dan al, hè. Je kunt er niet van tussen, hè. Als ik me niet scheer, dan is mijn mama boos. Tadaa. Ons sneakkot. In wording. Hier hadden we de isolatie gelegd. Veel isolatie. En hier ligt al een OSB. En hier liggen alle kepertjes. Juste. Een beetje de bezielde van het project is, hè. Bon. Komt wel in orde, pas ik. Zo lekker pollen naar buiten gooien, hè. Dat is goed. Ik kan het bijna niet geloven, maar we zijn effectief begonnen met bouwen. Onze eerste twee balkjes zijn gemeten en gezaagd. Steven zegt al niet op. Wat? Dat ik iets zinnigs moet zeggen over het feit dat we twee balkjes hebben gezaagd. Ik wil nog wat zorgen. Dat is heel goed. Je moet actiefilmen, hè, pollen. Ja, hier zo, hè. En een lampje en al, hè. Dat moet toch eens tof. Goed. Ik weet het niet. We hebben juist frietjes gegeten. En we hebben ook juist een radio geïnstalleerd. En we gaan nu nog eens kijken hoe ver we staan. Hier staat de radio. Daar is Hanne. Maar daar is Shaking Poopy. Wat? Kom, Pat, go! Shake it, shake it, shake it! Woehoe! Daar is Polle. Oké, en daar zijn de andere twee pinken. En Pat zijn poep. Ja, had ik. Gustav, doe eens een dansje. Stevie? We hebben ook een tonnen van een. Very urban. We hebben ook een tonnen van een. Ja. Eentje muzikaal, please. En Hanne heeft trouwens. Hanne heeft krulletjes, ziet je het? Ja. Bling bling. Ah ja, Steven, aan de. Ik voel dat hij de kern in top. Ja. Ik trek dat meer onder de huid. Hè? Ik trek dat toch meer onder de huid. Waar is de deur? Ja, overal de deur. Plug speciaal, hè? Is diep genoeg? Plug speciaal. Ja, dat is juist toch? Ja. En nog eens zat doen? Ja, ik ga iets zat doen. En dan moet ik. Wat? Yeah! Klop op die handel! De pollen gaat toch? Go, pollen, go! Plug, hamer. Moet er eerst even iemand Christophe vertellen van, wat, account, wat de bedoeling is? Of... Ah, nee. Hey! Alright! Zet een paal. Die plug zit toch niet diep genoeg? Vet een bal. Vet een bal. Hier is hem zetten. Vet een bal. Oeh, is het niet goed?
Zo zien twee radeloze mannen eruit. Max, je moet er tussen springen. Dat die plug niet diep genoeg is. Voor de mensen met jou, liever op u of voor met de ding dat over gaat zitten. Kijk als het. Pak je schoen eruit. Pas klaar. Gaat er nog iemand iets boeiend doen? Nee. Nee? Oké. Okay. Hanne? Ja. Ah! Stijl. Nee. Wilt er iemand vertellen dat we de kader af hebben? Geloof er maar, ja. Maar ja. We hebben de kader af. Nee, dat is mijn. Zie je dus al. Ja? Wil je dit in de juiste kader plaatsen? Wij staan zo neer te zingen. En Steven staat hier te duiden spelen. En dan mogen we andere meer kiezen waar we gaan staan. En er is een stad en een pas. Zijn er nog drie glazen? Allemaal, daar. Naast elkaar en die doen dan allemaal zo. En af en toe ook eens? Wel, je ziet het dan niet zien op camera panning is too fast, zegt hij. Hey man, je was toch eruit? Wat ga je net doen? Ja. Ah ja, ja, cool. Vertel eens wat er aan het gebeuren is, Val. We zijn het grootste bed in de hele wereld aan het maken. En straks komen ze van Guinness World of Record boek. Komen ze meten. Hoe breed dat is. Dat is de ultra super king size bed. En dan doen we hier een mega orgie. Maar in de zomer wel, hè. Als het warm is. Want nu is het zo koud. Ja. Echt waar. Maar eigenlijk zitten we in fase 2, hè? Ja, ja. Ja. Van ons repetitiekamp. Ja, ja. Nee, het is wel een beetje en het gaat nu heel snel. Hier is Christophe. Wat zijn jullie aan het doen? Wat is het bed van de wereld? Ja. We zullen eens gaan naar de hoek. Wow. Het werd de vloer van ons repetitieschap. Camera, bent je klaar voor de eerste aflevering van het nieuwe repetitiekot? We've got ourselves a floor. En, wat denkt jij ervan? Drie keer toppie? Ja. Hij ligt ondersteboven, maar... Zitten ze schoon. Ah, en daar de rockboel. Goed te rocken. Het is wauw. Hier is zo... Maar hier is geen kebra. Dat is de non-dancing spot. Ziet maar eens hoe dansbaar. Joehoe! Kom maar dan weg. Ja. Maar was mijn dochter gaan halen. Oh. Ver weg. In het verre Brussel. Ja. We hadden beter toch een onder gelegd, hè. Ach, verdomme. Hier. Ja, dat is juist. Dat is waar. Zeker waar. Biskekfok. Ja, het is wat het is. Zwaar pollen. Groot gelijk. Ik heb een broodje gelaten. Oh, ik riek hem. Ja.